Vandaag zijn we in Rotterdam-Noord om een bijzonder persoon te verrassen, namelijk meneer Schoenmaker. Hij is vandaag 100 jaar geworden en we gaan eerst even langs buurvrouw Kitty, die al jaren naast hem woont. Hij heeft nu heel veel visite thuis. Ja, heel veel. Maar misschien wel leuk als u even mee gaat aanbellen. Doen? Ja. Oké. Okay. Wij willen namens Open Rotterdam u feliciteren met uw 100ste verjaardag. Hé, hey, dat is een bijzondere verrassing. He? Ik heb wel een bericht van de koning gehad, maar dat had ik niet verwacht. Kijk eens aan, zeg. Dat is gelijk, maar dan kan ik voorlopig weer een paar maanden eten. Ik vind dit toch wel bijzonder hoor, want je kijkt er heel lang van tevoren al naar uit en nou is het zover. Ja, en dan staan we hier. En wat is nou de geheime tip om zo om 100 te worden? Hard werken. Hard werken? Ja, ik heb dag en nacht gewerkt. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. Is je goedgekeurd? Prima hoor. Prima hoor. Je mag meer langskomen. Meneer Schoenmaker voor man. Schat. Echt super. Ja hoor. Als er wat is, daar komt hij en we zijn altijd, ik weet niet, lief voor elkaar geweest al die jaren. Nooit. En zijn vrouw was ook zo schattig en mijn man was ook lief en de kinderen hebben met elkaar gespeeld, voetballen en alles. Ja, gewoon geweldig. Zijn majesteit, de koning en haar majesteit, de koningin, hebben vernomen dat u op 1 november aanstaande de leeftijd 100 jaar hoop te bereiken. Ik ben er nou. Een keer wat anders dan een brief van de Belastingdienst, hè? Dat is wat anders, ja. Ja, ja, ja. Dat je vader 100 wordt, hoe is dat? Ja, heel bijzonder. Echt heel bijzonder. We kijken er al maanden naar uit en we hopen natuurlijk dat hij het ook haalt. En hij heeft het gehaald. Dus ja, fantastisch. Hoe is het nou om 100 te worden? Net zoals toen ik geboren werd.